Chris. Van de Boogaard. Schrijft u wel goed achter contract. De Jong. Inmiddels zijn we bij Van Marwijk. Op goed geluk en Daarde zit daartussen. Jans. Van Geel. En het staat allemaal stil. Horter. Meijer. Starten langzaam. Maar wel is daarbij. Dat is geluk voor MVV. Hofman was daarbij. Marco Grassi. Horter. Ja, goede bal. Martin van Geel. Als hij daar zijn voet achter kan krijgen. En dat kan hij, maar u ziet het. Jongen, 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 wat een kans zegt voor Van Geel. En een prachtige paas van Gorter. Vrije trap voor MVV na te veel geduw. Bert van Marwijk. Smeets neemt hem goed aan. Linders, als hij erbij kan. En zeker houdt hem binnen. Voor zich Ron Jans. Maakt zichzelf al heel erg moeilijk, want Rob de Heij was in de buurt. Goeie driehoek daar van Roda. René Hofman inmiddels. Kan een heel eind doorlopen. 1-2 met Gorter. Hofman, ja, komt alleen voor Baatsen. Scoort niet. Goeie redding voor Frit Baatsen. Vrije trap. MVV achter de bal, Marcel Adam. Maar dat is een makkelijke prooi voor de Roda-defensie. Ron Jans. Bereikt Peter van der Ven niet. Wel Arie van Staver, maar dat was niet de bedoeling. Hakje Erik-Jan van der Boogaard. De La Haye. Helemaal vrij, zegt daar. Maar niet goed geraakt. Huub Driessen. En een schot. Een doelpunt, nee. Erik-Jan van der Boogaard was de laatste die aan de bal zat. Maar geen doelpunt. Wat een toestand, zegt voor dat doel daar. Søren Busk met een schot. Daarna Erik-Jan van der Boogaard. Maar niemand kreeg die bal in het doel. Maar eindelijk geluid van het MVV-publiek. En tot nog toe leek het wel een biljartwedstrijd. Nanninga in het veld gekomen na een minuut of 35 voor Søren Busk. En Nanninga niet in de aanval, maar dus in de libero-rol. Die hij dus overneemt van Søren Busk. En een slordige bal meteen al na 1 minuut in het speelveld aanwezig te zijn van die Nanninga. Edwin Gorter met een doelpunt, nee. Baatsen redt de tweede keer dat Edwin Gorter op 2 of 3 centimeter na het MVV-doel mist. Nu naar een slordigheidje van Dick Nanninga. De La Haye en het publiek morgt omdat ze liever hadden gezien dat MVV wat sneller in de aanval was gegaan. Smeets inmiddels. Met een schot. Schiet tegen ploegmaat Adam. Van Geel en Meijer met een mooie beweging aan het verstaven. De tweede keer al vanavond. En wordt dan ten val gebracht door diezelfde Van Staver. Vrije trap inmiddels genomen nadat Meijer werd neergelegd door Van Staver. Hier diezelfde Meijer die hem doortikt naar Van Geel. Gorter, kop door. Maar René Hofman staat nog buiten het strafschopgebied, dus die kan daar niks mee doen. De La Haye. Een slordige bal, zeg. Richting Ron Jans. En een schot, Jans. Van der Ven. Jans. Kan naar Gorter. Daar is Gorter. Van der Ven. Voorin bij de tweede paal Ron Jans. En het doelpunt. Doelpunt Ron Jans. En het is al heel wat jaren geleden dat Ron Jans koppend gescoorde. De voorzet komt van Van der Ven. Die werd naar buiten gestuurd door Edwin Gorter. De voorzet op maat richting Ron Jans. Helemaal vrijstaand kopt hij via de grond rechts in. In de 31e minuut 0-1 doelpunt gescoord door Ron Jans. Ja, en dan moet je toch wat.
MVV kan niet meer wisselen. Omdat in de eerste helft eerst Hans Linders uitviel. En daarna ook nog Søren Busk. Dus de twee mogelijke wissels zijn al geplaatst bij MVV. Maar een extra aanvaller zou de ploeg best kunnen gebruiken. Smeets en Van Staveren richting Van Marwijk. Die de hele tweede helft er nog toch steeds voorin te vinden is. Maas heeft zijn plaats achterin overgenomen. Voorzet Van Staveren. Doelpunt in dezelfde minuut. Huub Smeets. Van Marwijk ging voorin spelen. Hij bedient Van Staveren op papier linksback, nu linksbuiten.